Liever één ding goed dan 10 dingen een beetje is iets wat zeker geldt als het gaat over jouw gezondheid. Toch is dat iets wat wij heel veel zien gebeuren, dat mensen op het moment dat ze de keuze maken om gezonder te gaan leven, ook echt in één keer alles tegelijk willen gaan aanpakken. En gezonder eten, en meer sporten, en meer slapen, en eerder naar bed, en iedere dag een kwartier mediteren, en yoga, en allerlei andere oefeningen, biologisch eten, verzin het maar. Omdat je, als je eenmaal begint, heb je heel vaak het idee van oké, go, en nu ga ik er helemaal voor en de grootste gebaren. Terwijl het probleem wat zich dan aandient, is dat je dan heel snel zoveel keuzes hebt en zoveel hooi op je vork hebt genomen als het ware, dat je dus heel snel dingetjes laat vallen. En dan voelt het al heel snel weer als teleurstellend, want van de 10 dingen die je had bedacht, doe je er misschien wel 5 niet. En dan denk je, ja, wat heeft het ook eigenlijk allemaal voor zin? Terwijl op het moment dat jij beslist om wat aan je gezondheid te gaan doen, en je zegt, oké, ik kies 1 ding deze week en dat ga ik helemaal integreren. En de week daarop kies je nog iets en dat ga je ook weer integreren. En op die manier ga je steeds een stapje erbij doen. Voelt het misschien minder groot en dramatisch en heb je misschien het idee dat het minder effect heeft. Maar vergis je niet, juist iedere keer iets doen en dat echt consistent blijven doen, heeft vele malen meer effect dan een hele hoop tegelijk en daar heel snel weer mee stoppen. Hoe vlieg je dat nou aan? Er zijn een aantal pijlers in je gezondheid die heel belangrijk zijn. Wij maken daar vaak zo'n wiel van en denk dan aan kracht, conditie, uithoudingsvermogen, slaap, hoe je je voelt, je hormonale huishouding, je fysieke uitstraling, dus hoe zie je er daadwerkelijk uit, je gewicht, etc. Dan ga je een aantal punten opschrijven. Al die punten geef je een cijfer. Dus zeg, nou, mijn voeding is wel een 10, maar mijn slaap is maar een 4. Hoe tevreden ben ik over mijn lijf is een 5 of een 6. En zo ga je dat allemaal steeds stap voor stap invullen. En dan krijg je eigenlijk eens even een beetje wat helderder inzicht in hoe sta je er nou in en wat vind je nou belangrijk. Want dan ga je kijken, ga ik me richten op de dingen die niet goed gaan of... Dat kan ook een leuk zijspoor zijn. Ga ik me richten op de dingen die wel goed gaan. En wat bedoel ik daar nou mee? Wij zijn heel snel geneigd om bij alles te denken, dit en dit gaat niet goed. Eten bijvoorbeeld, of slaap, gaat niet goed. Dus daar moet ik wat aan doen. Maar je kan ook denken, hé, die 3 dingen gaan wel heel goed. Laat ik me daar nou eerst eens op gaan richten, zodat wat goed gaat nog beter kan gaan. Zodat ik wat meer energie overhoud of me beter ga voelen. Om de andere dingen te kunnen doen. Een voorbeeld, als je denkt, ja, ik train 2 keer in de week en dat gaat gewoon al lekker. Kun je ook eens de keuze maken om te denken, ik ga eens 3 of 4 keer in de week trainen. Dan heb ik meer energie, dan heb ik ook wat meer calorieën die ik verbrand. Terwijl eten, dat vind ik heel moeilijk, want we gaan heel vaak uit eten. En ik vind dat dan allemaal gewoon zo gezellig om dan af en toe een wijntje te doen. Kun je ook bedenken, nou, ik ga dus even eerst wat andere dingen doen om de boel wat meer op de rit te krijgen. Zodat ik daarna tijd en energie over heb om dat andere te gaan oppakken. Dus er zijn 2 manieren om dit aan te vliegen. Dus focus niet altijd alleen op dat wat niet goed gaat. Focus vooral ook op wat wel goed gaat. En kies steeds 1 ding wat je toe gaat voegen. Of 1 ding wat je gaat veranderen. En dan, dat blijf je doen. En dan doe je weer iets erbij. En dan doe je weer iets erbij. En je zal zien dat als je dat heel lang doet en heel ongemerkt. Of als je dat heel lang doet... En je komt een jaar later, kijk je weer eens terug, dan denk je, wow, er is echt wel veel veranderd. Dus hou respect voor de tijd. Zorg dat je niet te veel wil in 1 keer, want dat is vaak een reden waardoor mensen uitvallen. 1 ding tegelijk, 1 ding goed, in plaats van 10 dingen een klein beetje.